goed bestaat uit drie branden. Oh shit. De bovenste klap komt aan de voorkant van de borstkas op de vierde, vijfde rib. Aan de zijkant tot op de spina capsulae. Ja, nee, zo lukt dat niet. Ik moet dat ook iets levend doen, op een skelet. Anita, kom eens. Oké, dat is duidelijker. Zou ik u schone maagd voor een uurtje of twee kunnen gebruiken? Ik ben namelijk bezig aan een schilderij en ik heb haar daarvoor nodig. Ja, natuurlijk. Kom, Anjuta, ga maar. Ja, dat ken ik. Ja, kom, doe niet zo flauw. Hij vraagt het in naam van de kunst, niet voor flauwekul. Trouwens, als je hem kunt helpen, waarom zou ik hem dan niet helpen? En wat schildert u? De psyche. Een schitterend thema. Ik mag steeds andere modellen schilderen. Maar het lukt niet zo goed. En u zit hier maar te studeren. Wat een gelukkig mens moet u zijn. Zoveel geduld. Medicijnen is iets waar je voor moet leren om het te kunnen. En wat een stal is het hier. Verschrikkelijk zoals u hier leeft. Kan niet anders. Ik krijg van mijn pa maar 12 roebels per week. Dat is te weinig voor een kuisvrouw. Dat kan wel zo zijn, maar een man als u moet ook beter kunnen. Het is waar, maar Anjuta heeft nog geen tijd gehad om op te ruimen. Zij is te druk bezig. Luister, ik heb zitten nadenken en wij moeten uit elkaar. Ja, als je erover nadenkt, dan weet je dat wij niet samen kunnen blijven. En je wist ook dat dat uiteindelijk ging gebeuren. Wat zit je daar nu te doen? Als je weg wilt, ga dan weg. En als je wilt blijven, dan blijf je maar.